aan. Welkom. U bent namelijk de eregasten vanavond. Een ogenblikje alstublieft. Chef. Wat is dat? De duizendste bezoeker is binnen. Oh, het is niet te geloven nu al. Bonsoir. We gaan. Nee, alsjeblieft. Nou, alsjeblieft. Een ogenblikje. Ik mag u namelijk even tussen beiden komen, alsjeblieft. Ik wou u van harte feliciteren. Waarmee? Oom, wist u het? Wat bedoelt u? Dat we vandaag 25 jaar getrouwd zijn, wat leuk. Nee, om precies te zijn 10 jaar, Aai. Oh, dan leek het 25 jaar, Beb. In elk geval mijn hartelijke gelukwensen. Dank u wel, wist u het? Wat? Dat we vandaag 25 jaar getrouwd zijn. 10 jaar, Aai. Oh, dan leek het langer, Beb. Nee, maar ik wilde u even van harte feliciteren. Dank u wel, wist u het? Wat? Dat we vandaag 25 jaar getrouwd zijn. 10 jaar. Dan leek het langer, hè? U bent vandaag de 1000ste bezoeker. Nee, we komen hier voor de eerste keer, hè? Ja, oh ja. Natuurlijk. Ja, nooit geweest, weer er was mee, Beb, ook niet. U bent echt de 1000ste. Dat betekent dat ik u gratis een diner mag aanbieden. Oh, ja. Oh, hoor je dat, Beb? Nou, erg gezellig. Als u een leuke zaak weet, gaan we er gelijk heen. Nee, alsjeblieft, dat is hier. Hier in dit mooie restaurant, als u mij even zo met me mee wil gaan. Meneer, als u even daar plaats wil nemen. Niet, mevrouw, mag ik even uw stoel pakken als u hier even wilt gaan zitten? Zal ik hem zelf pakken? Schuift u lekker op. Zo. Natuurlijk. En maakt u het zich lekker makkelijk. Nou, hij zit wel lekker makkelijk, Beb. Bent vandaag onze eregast. Hoi, Beb. Kijk eens, de menukaart, alstublieft. Ja. En dan kunt u uitzoeken wat u mag doen. Nou, daar staat nogal wat op, hè? Ja, zeker. Ja, wat is er, Beb? Dat kan ik niet lezen, hoor. Dat staat in een hele andere taal. Andere taal? Ja. Frans, mevrouw. Oh. Hallo, Frans. Ik ben Beb. Oh. En dat is mijn man, Arie. Ja, hallo, Frans. Ik ben Arie. Ja. Maak je. Hallo, Beb. Hallo, Arie. Ja, heel gezellig. Maar even rustig plaats. Natuurlijk. En kijk eens. Dit is gratis aangeboden. Een feestcocktail. Oh jee, er is een druif ingevallen bij mij. Als het u maar mag smaken. Natuurlijk. Zo, zullen we hem even hier neerzetten? Wat u wil. Want ik wou namelijk van u de kaart even zo doen. Dan leest dat makkelijk. Wat u wil. Mooi. En dan gaan we eens beginnen te babbelen met elkaar over het voorgerecht. Oh. Wat zou u denken van een lekker soepje vooraf? Nou, Beb. Ik wil wel een haaienvinnensoep. Ja, doet u mij ook maar een haaienvinnensoep. Dat vind ik wel lekker. Dat is wel lekker, hè, Aai? Doe mij ook maar een haaienvinnensoep. Twee haaienvinnensoep. Mevrouw, meneer, we zijn hier niet bij een Chinees. Hoe kan jij hem ook zo'n stomme vraag stellen, Beb? Zijn we niet bij een Chinees? Blijf die op Liwang? Tot niet. Ik vind het lekker, haaienvinnensoep. Ik heb haute cuisine. Oh, daar kan je zelf voor krijgen. Daar kan je zelf voor krijgen. Dat heb jij er ook gehad. Beb had dat ook. Die je had van die bruine vlekken had je op de bovenbeen. Nee, alsjeblieft. Dat hoef ik me niet te zien, mevrouw. Dank u zeer. Ze hebben het ingesmeerd, maar het weg. Het ging helemaal schilferen. Het schilferde helemaal. Weet je nog wel? Het is niet zo smakelijk. Het is niet zo smakelijk. Nee, maar ze had het ook op de bovenbeen. Maar dus ik moet ook aan andere gasten denken. Hebben ze het allemaal? Hebben u ook op je bovenbeen? Alsjeblieft, dus een soepje vooraf. Wat zou u denken van een mock turtle? Een mock turtle. Wie is mock turtle? U kent toch wel de mock turtle? De mock ken ik wel, maar turtle heb ik nooit eens Dat is een schildpadsoep. Oh, dat is niks voor Beb, dat duurt te veel te lang. Breng voor Beb maar gewoon een dweiltje boven een bord uit, want nou, alles. Wat voor een terminologie, wat wilt u dan? Wat neemt u als hoofdgerecht, als voorgerecht? Ik wijs gewoon wat aan. U wijst wat aan. Wat heb ik? Ah, een uitstekende keuze. U hebt de escargot. Wat is een escargot? Escargot. En wat wilt u? Een demi-douzijn of een douzijn? Nee, wij zijn vanmorgen alweer een douzijn. Oh, wij douzijn zijn vanmorgen. Nee, dat hoeft daar niet meer, hoor. Het komt wel in orde. We maken het picobello voor elkaar. Is Pico er ook? Nee, ik bedoel, het komt picobello in orde. Oh, ik dacht Pico, dat was picobello. Die kennen wij toch? Luistert u. Van het boek van vroeger, dat je achter op je ezel zat. Ja. Dat is Dick Trom. Oh. Met permissie. Is die er ook? Nee, maar we gaan even verder over het eten. Dat is geen loodzaak. Wilt u wild eten? Ik eet altijd erg rustig, maar bij Beb vliegen meestal de vonken van bestek af, hè, Beb? Meestal. Daar is echt een brandverzekering afgesloten. Zulke vlammen. Hoe kan ik nou toch zo dom zijn? Hij heeft het zelf in de gaten nu, hoor. Ik kan me wel voor mijn kop slaan. Zeg, ga lekker zin doen, even. Nee, ik vergeet helemaal, we hebben van
vandaag in de aanbieding een speciaal gerecht. De Baf Stroganoff. Wie is dat? Baf Stroganoff is een heerlijk Malse biefstuk. Oh, zijn Franse biefstuk, zijn bufstuk noemen ze dat. Bufstuk, Franse biefstuk, bufstuk. Baf Stroganoff. Buf, nou, dan doe die maar van die buf. Biefstuk. En dan overheen gaat een heerlijke pikante sauce flambé. Oh ja, oh, is die anders niet te eten? Nee, dat wordt die juist lekker. Dat je dat dan niet begrijpt hebt. Mag ik even weten, hoe wilt u de biefstuk hebben? Voor mij een grote graag. Doe maar groot een beetje over je bord hangt. Ja, voor jou ook, hè, Beb? Die over je bord hangt? Ja, doe die maar twee joekels. Twee van die joekeloren, zeg. Twee joekels. Mevrouw, meneer, u krijgt van mij twee joekelorissen. Ja, twee joekelorissen. En kijk u even of ze zindelijk zijn, hè, voor zo'n tafel. Ja. Alsjeblieft, de wijnkaart. U wilt waarschijnlijk nog iets drinken bij het natuurlijk, eten. Ja, natuurlijk. Hij zoekt u rustig uit. Ja, dat is het, Beb. Zullen wij eens een fles nemen met van die bubbeltjes? Dat het bubbelt. Dat het bubbelt. Doet u ons maar zo'n fles dat het bubbelt. Dat het bubbelt. Dat het bubbelt. Hij vindt ons aardig, geloof ik wel. U bedoelt natuurlijk de champagne. Oh. Hè? En wat wilt u, de Don Clicquot? Of de Don Perignon? Of de Veuve Clicquot? Wilt u sec, demi-sec? Nou, als het maar nat is. Zo, dat vind ik ook. Als het maar nat is. Komt in orde. Erg fijn, dank u. Gezellig wil ze. Vinnie, Beb, gezellig, hè? Mooi. Oh. Zeg. Is het een beetje te nassen hier? Uitstekend. Dank u wel. Oh. Zeg. Wat zit uw vrouw daar nou te kluiven? Mijn vrouw heeft kikkerbillen. Nou, als ze zo zit, zie je het niet, hè. Mijn vrouw kikkerbillen. Zij eet kikkerbilletjes. Oh. Nou, ik hoop dat ze een beetje afgeveegd hebben voordat ze tafel kwamen. Oh, is de lust niet meer. Dat is toch geen manier om de eters van mijn vrouw te bedelven. Nou, je moet zich van mij niks aantrekken. Ik maak maar een grapje, dat komt zo. Wij zitten even op de bubbeltjes te wachten, zodoende, hè. Begrijp u wel. Wat hebben u nou? Wat is dat? Forel. Zijn u? Forel. Wat is een forel? Die heb ik zelf net uitgekozen uit het aquarium. Een vis. Oh, vis. Ja. Oh, wijs je die zelf aan? Ja. Zeg, Beb. Ja, hij. Kom eens. Nou, mijn vrouw er even bij, die zal er van op horen. Die man hier, die heeft die vis aangewezen in die vissenkom. Je zit op mijn hand. Oh, sorry, hè. Wat zeg je nou? Hebt hij dat zelf aangewezen? Ja, zelf dat aangewezen. Dat is ook zielig, dat hoor. Dat is niet zielig, mevrouw. Dat is voor mij de zekerheid als klant dat de vis vers is. Ja, daar heeft hij wel gelijk in, Beb. Dan mogen wij ook wel opletten dat het een klein beetje vers is. We moeten van tevoren zorgen dat we eerst alle spullen zien. En voordat dan pas we dat, op, dat ze op tafel gooien. Want anders kan het een zootje worden, want ze rommelen veel natuurlijk. Alsjeblieft. Nee, gooi maar vol, zeg. Wij hebben dorst, hoor. Ja, even proeven, meneer. Pardon? Even proeven. Maar dat is een vochtig bodem. Die is ook echt kunnen proeven. Ik zal hem wel voor u inschenken. Wil u doen? Dat is niet vervelend. Is nou erg, hè? Wow. Zo, het loopt eroverheen, hè? Zo. Oh, ken u trouwens die mop? Dat is een hele leuke mop. Weet u hoe een jong hondje piest? Nee. Ja, dat is leuk. Die is wel aardig natuurlijk. Heel fijn. En weet u hoe een olifant piest? Nee. Ja. Die is wel geinig natuurlijk, hè. Die kan je ook even vertellen in de keuken, want daar houden ze ook wel van een geintje natuurlijk, hè. Dus een jong hondje is piest en een olifant blijft gewoon lopen. Begrijp je wel? Ja. Dat is wel zo, mevrouw. Je hebt hem gehoord van Arie in de fietsenstal, ik weet het wel. Maar de grote Arie in de fietsenstal. Ja, wat is het, Beb? Wat heb jij nou daar op je bord? Wat is dat nou? Ik heb schelpen, Beb. Het is heel wak, ik zit met een bord met schelpen. Ik weet ook hoe wak ik mijn mond. Het is heel eigenaardig, ja.
Wat zit je nou te doen, Beb? Ik ben mijn oorbel kwijt. Misschien is hij wel in de soep gevallen. Daar word ik nou toch ook niet goed van met jou, hè? Wie laat nou zijn oorbel in de soep vallen? Wat een gezeur, nou, maar ga eens weg. Nou, maar ik heb het moet hier ergens doen. Die wordt hè? Misschien is die oorbel afgedreven naar hiernaast. Zal ik ze vragen of ze daar de oorbel hebben. Sorry. Mijn vrouw is de oorbel kwijt. Kan zijn dat die misschien bij u in de soep ligt. Ja. Ja, hier. Had ik bijna opgegeten. Bumpy is ja de oorbel. Die zat bij mevrouw in de soep. Ik lust niet meer. We zien niet meer. Dan laat de rest nog weglopen. Dat maakt toch niet uit. Oh, dat is... Dankjewel, Beb. Alsjeblieft, Beb. Zelf een beetje schoonmaken, hè? Anders ik wel, Beb. Zo, gezellig, hè? Smaakt het een beetje? Oh, hoe bedoel, hoe smaakt het een beetje? Ik heb een bord met schelpen. Meneer, daar zitten slakken in. Slakken, die gaan we slakken geven. Wat een gek. Ik heb niet goed bij zijn hoofd, hoor. Ja, dank u wel, mevrouw, meneer. Wat is er met? Heb je dat gezien daar, een levend beest op het bord? Een levend beest? Dat doen ze, Beb. Dat ze weten dat het vers is. Begrijp je wel? Is weer voor je vers. Dan zien ze eerst dat het vers is. Begrijp je? Dan mogen wij ook wel opletten dat het vers is. Geef mij nog wat van die bubbeltjes. Schrik jij het even in, hè? Te weinig bubbeltjes, je zit in Wat is het gebeurd? Kom hier, neem je die paard, leg de jasje uit. Hoor dat je kan vatten, natuurlijk, hè. Oh, mijn jasje, mijn jasje! Onbrekkelijk een jasje voor meneer en een biefstuk voor deze klant. Nou, ik wou die biefstuk nog. Die is nog wel vers, hè, want wij hebben niet aan tafel gezien. Meneer, ik beschouw het haast als een belediging van de zaak. De biefstuk is mals en supervers. Ik ga toch zelf wel even kijken of het een verse biefstuk is, maar ik vertrouw het niet. Hallo, even lekker kijken. Alsjeblieft niet de keuken in. U eet zeker niet vaak in een restaurant. Nee, het is de eerste keer, hoezo? Nee, dat had ik al begrepen. Ja, wat een mens. Nou, ben hij vers, hoor.